We hebben een mooie uitslag, dus dat is goed. Ja, je kunt dat niet altijd voorspellen, maar we hebben een heel mooi teamwork gedaan. Laura is in de aanval geweest, ik denk een drietal ronden. Dat was goed. Jens is ook even een rondje in de aanval geweest. Dus ja, voor mij zat dat goed. Ik zat dan in de zetel. En dan naar de spurt toe. Ja, ik wist wel dat ik snelle benen had. Het is heel goed dat dat een beetje oploopt. Dan heb ik net kunnen die power kwijt. Ik vind dat super leuk dat die georganiseerd worden. Want ja, wij als clubteam is niet evident om in die grote wedstrijden überhaupt al te mogen starten. Dus ja, dan is het ook wel leuk en dat dit ook een regelmatigheidscriterium is. Dus het vraagt ook wel aan de teams om eigenlijk bijna al de wedstrijden te rijden. En ja, leuk als je goed kunt staan in de klassement. Ja, het is wel een doel, in ieder geval van mij, individueel en van de ploeg, om in ieder geval de trui in de ploeg te houden. Dus daar gaan we voor rijden met z'n allen. Ik denk dat we als ploeg voor de overwinning willen rijden, dat sowieso. En ja, we zijn ook wel van het harde koers en koers maken, niet afwachten per se.